Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij TikTok Late Night. Hier in het Paard van Troje gaan we elke eerste dinsdag van de maand met u praten over apparaten. Want technologie is natuurlijk fantastisch. We kunnen er zoveel mee. En wat kunnen we er allemaal mee doen? Daar gaan we het over hebben. Maar wat doen die apparaten met ons? Dat willen we ook wel weten. Hebben wij nog grip op de technologie? Wat vinden wij daar wel niet van? Want we verslinden technologie iedere dag weer. En vooral digitale technologie. Internet, mobieltjes, pasjes, al dat soort dingen. TikTok Late Night is de iedere eerste dinsdag van de maand. En heeft iedere maand een andere partner die de boel financiert. En een ander thema. Nou, onze partner van vanavond is ECP. Ook wel het platform voor de informatiesamenleving. Daarover later meer. En het thema van vandaag is privacy. Privacy, want privacy is hot. U leest iedere week in de krant, ligt weer data op straat, want er is weer wat gehackt, wat gelekt. Allemaal problemen, Nederland is te klein, hoe had dat kunnen gebeuren? Een enkel knopje op Facebook zorgt voor gigantische rellen, omdat de privacy-instellingen niet goed waren. Ook wel mede dankzij de traditionele media, maar die arme dame die kan nooit meer normaal de verjaardag vieren. Vorige week, ook actueel, het briefgeheim is aangepast. Vroeger gold alleen voor geschreven communicatie, dat je daarbij niet zomaar mocht meelezen. Nu geldt het ook voor elektronische communicatie, dus er gebeuren ook wel goede dingen. Europa is ook druk bezig met wetgeving om ervoor te zorgen dat de Amerikanen niet heel de tijd in onze data lopen te neuzen. Wordt ook allemaal geregeld. Maar ja, u kent het misschien wel, als je begint over privacy, eindigt het vaak nergens. De een zegt, ja, als je niks te verbergen hebt, dan zegt de ander, nou, iedereen heeft wat te verbergen. Er zijn mensen die het juridisch benaderen, die zeggen, je hebt de wet beschermingspersoonsgegevens, het moet allemaal goed beschermd worden. We hebben zelfs in de grondwet staan dat we recht hebben op onze privésfeer. Maar ja, als je allemaal helemaal afsluit en dichttimmert, dan heb je niks. Je wil je ook wel laten zien op een manier dat het jou uitkomt. Je wil je op een bepaalde manier tonen aan anderen. Dat is ook privacy, waar het privé naar het publiek gaat. Kortom, spraakverwarring rondom privacy. En daarom dachten we, laten we daarmee beginnen om de avond mee te vullen. En hoe complex dat begrip wel niet is, wordt misschien geïllustreerd aan het hiervolgende filmpje. Er zijn heel veel mensen geven hun gegevens zomaar, ja. Bijvoorbeeld op internet en zo. Ja. Geeft u snel uw gegevens weg? Helemaal niet? Ja. Bedankt voor het onderzoek. Om het compleet te maken, ik zou u even uw gegevens kunnen geven in verband met het onderzoek, dat het officieel is. Ja. Wat is uw naam? Kok van Triet. Kok van Triet, wat is uw adres? Rotterdam, Pernis. Straat? Van Zelde Jongstraat. Nummer? 70. Telefoonnummer? 216. Kijk, kom weer in Helder. Ja, hartstikke goed. 216. En wat is uw geboortedatum? Heel lang, 16-12-39. Wat is uw pincode? Ja, dag om mijn zakken. Doei jongens, prettige dag. Dag. Hey, doei doei. Tja, die arme mevrouw, maar we kijken nu wel naar haar. Is dat dan raar wat ze hier doet? Nou, eigenlijk niet. Hè? Want ze moet wel. Mensen hebben al gauw zoiets van, ik geef mijn persoonsgegevens niet weg, maar als je op camera komt, is het toch wel leuk. Ja, en dat krijgen we hier straks ook, bij TikTok. Dus wat is de gebruikersovereenkomst van TikTok? Hè? Welke afspraak gaan wij met elkaar aan? Nou ja, ik kan het u de juridische versie geven. U komt straks hier, als we een item hebben gehad, dan hebben we even een gesprek hier. Vinden we leuk. Hè? Dan kunt u ook zeggen wat u ervan vindt. Microfoon onder de neus en camera op de snuffert natuurlijk. Eigenlijk moet ik u dan een formulier geven. Waar u uw naam invult, geboortedatum, handtekening. Want uw gezicht is volgens de wet bescherming persoonsgegevens een gevoelig gegeven. Een gevoelig gegeven. En die moet heel goed beschermd worden. Dus als wij daar iets mee doen wat u niet wil, dan kunt u zo een rechtszaak starten. Maar ja, u voelt hem al aankomen dat als u dat formulier heeft ingevuld, met naam, adres, handtekening. Nou ja, dan achteraf gaan we drinken aan de bar, die dingen die liggen daar en iemand neemt ze mee. Ja, dat komt ook weer niet ten goede van de privacy. Dus dan denk ik, ja, kunnen we niet gewoon normaal doen? Hè? U komt straks hier en als u denkt, van, nou, ik vond het niks, knip u er gewoon uit. Spreken we deze af dat we het gewoon zo doen. Dat kan ook. Maar ja, dat kan dus als je elkaar echt ontmoet. Als je dus onderling afspraken kunt maken met elkaar, hoe we met elkaar omgaan. Op internet kan dat vaak niet. Heel vaak bent u online bezig, u wordt ergens lid van, u klikt op dingen en ja hoor, daar komt hij weer, de gebruikersovereenkomst. Nou, ik heb zelf wel het idee dat daarin staat van, nou, we verzamelen alles van u, we geven het door aan derden
En als het misgaat, is het je eigen schuld. Dat denk ik, daar komt zo'n beetje op neer. En die 70 pagina's stellen de juridische tekst. Nou, dat gaat u toch niet lezen. Maar is dat wel zo? Marketing, dat is het eerste onderwerp waar we het nu over gaan hebben bij TikTok Late Night. We zijn daarom ook wel blij dat we de directeur hebben van de Dutch Dialogue Marketing Association. Die mensen gaan over marketing, want ja, het internet moet ook ergens van betaald worden. Hoe doen ze nou dat nou? Wat mag wel, wat mag niet? We gaan daarom praten met Diana Jansen. Hoi Diana, nou, hey, welkom hier bij TikTok Late Night. Ja, dank je voor een ontvangst. Ja, gezellig hè, ja, muziekje goed, erbij en zo, ja. Bar is open. De Dutch Dialogue Marketing Association. Daar zitten alle bedrijven in Nederland aan vast die iets met marketing doen, neem ik aan. Daar zitten 275 bedrijven zijn daarbij aangesloten die bezig zijn met marketing, ja. Oké, want als ik nou online ben, hè, en bijvoorbeeld bij Ticket Office of Marktplaats, of weet ik het wat, ik altijd van die pop-ups, gaat u akkoord met onze voorwaarden? Mm-hmm. Nou, ik lees ze nooit, maar ik klik dan ja. Nou, soms krijg je hele nare reclames, soms niet. Mm-hmm. Wat mogen ze nou wel, wat mogen ze nou niet daarin zetten? Nou, je mag er van alles in zetten. Mm-hmm. Ik zou je daarbij wel altijd adviseren om binnen de wet te blijven natuurlijk. Maar als je het hebt over privacy en wat kan je wel en wat kan je niet op het gebied van privacy, dan is wat wij zeggen en wat ook in de wet zo staat en in onze gedragscodes, komt eigenlijk in geval 1, 2 en 3 neer op openheid, openheid, openheid. Oftewel transparantie, transparantie, transparantie. Ja. Vertel wat je doet. Ja, en een 70 pagina's niet stellende tekst, die ga je niet lezen natuurlijk. Nou, dat is dus een van de dingen. Zorg dat mensen op een geïnformeerde manier kennis nemen van wat jij wilt delen. Ja. Dat is belangrijk. Want dat transparantie, ja, ik gebruik het woord eigenlijk liever niet. Omdat het al zo vaak gebruikt wordt. Laten we zeggen, openheid is de kern van wat de privacywetgeving bedoelt. Mm-hmm. Je moet naast die openheid natuurlijk ook vertellen wat jij doet met gegevens die jij van mensen verzamelt. Je mag niet zomaar alles verzamelen. Je moet wel een doel hebben. Dat doel moet je ook kenbaar maken. Ja, maar als mijn doel is zoveel mogelijk spullen verkopen, dan ga ik ook zoveel mogelijk verzamelen natuurlijk. Nou, je moet daarbij wel een evenwicht vinden tussen wat is het nodig voor mij om van jou te weten om mijn product te verkopen. Kun je een voorbeeld geven waarbij je zegt van nou dat kan nog net wel en een voorbeeld waarvan je zegt van nou dat kan eigenlijk net niet meer. Ja, dat vind ik heel lastig. Ja, ik noem zo maar 1, 2, 3 zit ik. Nou, maar wat denk ik wel belangrijk, want je hebt het over marketing en daarom sta ik hier. Wat bij marketing geldt en wat je waar bijvoorbeeld waarvoor andere doeleinden je niet aan hoeft te houden, is het absoluut recht van verzet dat je hebt als consument. Ja. Dus als jij iets niet wilt, kan je mij dat laten weten en moet ik jou. Stel, ik stuur jou een reclame via de gewone post en jij zegt, nou dat wil ik niet, dan moet jij, als jij dat tegen mij vertelt, dan haal ik jou uit mijn lijst, stuur ik jou geen post meer. Dat recht heb jij. Dat mag. Dat recht heb jij, ja. Okay. En daar kan je gebruik van maken. Dat is een recht waarvan ik vind dat te weinig mensen ervan op de hoogte zijn. En daar kan je gewoon gebruik van maken. En als ze dat niet doen, naar wie moet ik dan toe? Want om nou rechtszaak aan te spannen voor een vervelende reclame, dat gaat wat ver. Maar kun je dat ergens melden of zo? Als het mensen zijn die het privacy waarborg voeren, bij ons zijn aangesloten, kan je bij ons klagen. Bij het klachtenloket van privacy waarborg. Heeft één doel, zorgen dat de klacht wordt opgelost. Punt. Ja. Je kunt klagen bij Consuwijzer. Je kunt klagen bij de Stichting Reclamecode. Oké. Okay. Iets wat ik zelf altijd wel heel opvallend vind, als ik bijvoorbeeld, misschien kent u dat wel, dan koop je ergens online een kaartje van een of ander event. En nou, dan heb je browser afgesloten, ga je weer verder met surfen. En de volgende dag krijg je ineens een reclame van datzelfde event. Hoe doen ze dat nou? Want dat weten ze dus, daar heb ik naar zitten kijken. Dus blijkbaar ben ik daar gevoelig voor. Ja, ze weten dan niet dat ik het kaartje al gekocht heb. Dat is dan weer een beetje dom natuurlijk. Maar dan krijg je dus reclame door wat je daarvoor hebt gedaan. Hoe doen ze dat nou? Het zou kunnen dat er een cookie bij jou is geplaatst. Ja. En een cookie dat is? Dat is een klein tekstbestandje dat op jouw randapparatuur wordt geplaatst. En waarin men kan aflezen wat jouw surfgedrag is bijvoorbeeld. Oké, dus dan kunnen ze mij in de gaten houden. Maar dat mag toch niet zomaar, hè?
Het mag niet meer sinds 5 juni. Sinds 5 juni moet je aan twee verplichtingen voldoen. 1, informeren dat je een cookie plaatst. Dat moest ook al. En nieuw is dat je toestemming moet vragen om een cookie te plaatsen. Oh, dus ik krijg nog een pop-up erbij. Dat veroorzaakt nogal wat gedoe, ja. Het toestemming vragen. Ja, je ziet ook dat heel veel overheidssites ook niet voldoen aan de vereiste dat je cookies moet vragen. Ja. Omdat zij zelf ook cookies plaatsen. Dus de overheid het zelf al niet doen, want die marketeers dan wel. Maar dat, en jullie zijn natuurlijk een Nederlandse organisatie. Dus als ik op een Amerikaanse site ga, dan hoeft dat allemaal niet, die cookies weergeven. Nou ja, als jij een bedrijf bent dat in Amerika is gevestigd, dan... goed. Op dit moment is het zo dat je je daar niet aan houdt, dat je je daar niet aan hoeft te houden. Nog zijn er regels in Brussel in de maak, waar men er van uitgaat dat je je wel aan de regel moet houden. Dat wanneer jij je richt op burgers in de Europese Unie, ook al ben jij een Amerikaans bedrijf, ook al ben je Google of Facebook, moet je je houden aan de Europese wet. Dat is er of dat komt nog? Dat gaat, dat is er is een nieuwe conceptversie. Die nog besproken moet worden, natuurlijk in het parlement. Okay, ja, het is Europa, dat duurt even. Het is Europa, maar, duurt even. Maar wat kan ik daar zelf van doen? Want wat ik dan bijvoorbeeld irritant vind inderdaad, dan bij Ticket Office, als ik dan voor de dino-show voor mijn dochter een kaartje koop, dan komt ze weer bijna Allah. Maar ik ga ook wel eens naar kickboxgala's. En dan zit mijn dochter zitten surfen, mijn dochter van 10. Ja. En dan komen van die knokkende mannen door het beeld. Ja, dat vind ik niet zo fijn. Ja. Kan ik er iets aan doen? Nou, kijk, het belangrijkste, denk ik, wat je los van de informatie die je moet geven als bedrijf. Als je het hebt over rechten en plichten. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen die online gaat ook weet wat hij of zij doet. Wees je bewust van de gegevens die je achterlaat. Ja. Kijk, voor een bedrijf geldt dat je informatie moet geven. Je moet zorgen... Kijk, in marketing is vertrouwen heel belangrijk. En dat wordt alleen nog maar belangrijker in de toekomst. Ben je het vertrouwen kwijt van degene die jij wilt benaderen, dan is het gewoon afgelopen. Ja. Maar wees je als burger ook bewust van het feit dat je digitale sporen achterlaat. Ja. Er lopen hele goede, interessante programma's om de burger bewust te maken. Digivaardig, digibewust is zo'n programma. Ja. Maar ik vind dat daar nog steeds aanzienlijk meer aandacht voor zou moeten komen. Ja, digivaardig, digibewust, daar zit ECP ook in. En het ministerie van Elie betaalt dat, geloof ik. Die hebben ook die consuwijze. Ja. Jullie hebben zelf ook nog een boekje uitgebracht, hè, wat je als consument hier aan kunt doen. Ja. Wij hebben een week of twee geleden het boek Grip op reclame uitgebracht. En wat daarin staat is een overzicht van de regels. Ja. Via de verschillende kanalen, via post, via telefoon, via social media, online. Wat zijn je rechten als consument? Als jij bepaalde uitingen niet meer wilt ontvangen, wat moet je dan doen om te zorgen dat je ze niet meer ontvangt? Oké. Okay. En waar kan ik die krijgen? Op onze website. En dan krijg je zeker ook een vervelende cookies bij, of niet? Nee, wij plaatsen wij zijn roomser dan de paus. Wij voldoen, wij voldoen helemaal aan de wet. Ja. Nou ja, het klinkt goed in ieder geval. Hopelijk krijgen jullie hiermee iets meer grip op reclame. Het zijn wel de Nederlandse organisaties die er dan wat aan doen. Nou, daar zijn heel veel internationale organisaties bij, hoor. En die hebben het hierdoor ook best moeilijk. Want je zal er maar voor staan dat je voor elk land... Want die cookie-richtlijn wordt in elk land in Europa ongeveer weer anders geïmplementeerd. Dus je zal toch KLM zijn of je zal TomTom zijn, die straks ook een van de sprekers is. Jij moet dus, hoe groot is Nederland nou? Ja. Je bent zo buiten de grenzen, je moet bij elk land weer aan andere regels voldoen. Nou, zijn er voorlopig nog niet uit. Niet dus. Fijn, maar kijk vooral naar grip op reclame, dan weet je wat je rechten zijn. Okay. Maak er gebruik van. Nou, hartelijk dank. Goed. Dankjewel, Diana. Hey, dag. Diana Jansen. Goed. Ja, we dachten, we beginnen met reclame. Want als ik dan publieksonderzoek deed, dan hadden ze meestal zoiets... Ja, als het gaat over veiligheid en zo, dat snap ik allemaal wel. Maar ik vind die reclame zo vervelend. Ik denk, begin daarmee. Maar eigenlijk is het toch wel relatief onschuldig. We gaan gaandeweg de avond, gaan we de ellende steeds een stapje opvoeren. We hebben nu reclame gehad. We krijgen straks Google en Facebook...
Nou ja, vervolgens onderweg wordt u ook gevolgd en gestuurd natuurlijk door allerlei apparaten en dingen. Nou, en we eindigen bij echt hele nare dingen van identiteitsdiefstal, wordt gehackt. Brenner gaat geloof ik live nog een hack. Nou ja, goed, dat zien we dan straks wel weer. Ik zei net al tegen Diana, kijk, internet zijn natuurlijk vooral die Amerikaanse bedrijven. Die Nederlandse bedrijven, daar kunnen we een beetje grip op krijgen. Dat je zegt van nou, zo doen we dat hier niet. Maar ja, Google en Facebook, die beheren eigenlijk zo'n beetje het hele internet. En nou, misschien heeft u ook wel NRC Weekend gelezen, zaterdag editie. Grote letters op de voorpagina. Google geeft alles weg als je niet oplet. Wat blijkt nou? De hoofdredacteur technologie, die was dus zelf al zijn data kwijtgeraakt aan Google. Nou ja, als hij er al geen grip op heeft, hoe kunnen wij dat dan nog doen? Daar gaan we straks over praten met Peter Olstoren. Maar Google is niet alleen maar de zoekmachine. Het is ook YouTube. En ze willen eigenlijk het hele internet voor u gaan vormgeven. Met reclame, op maat natuurlijk, daar wordt het van betaald. En soms krijg je ook reclame die relevant is, maar ze willen een stapje verder. Zij weten u zo goed te kennen, dat ze ook dingen weten te vertellen die u zelf nog niet wist. U gaat adviseren, begeleiden in het leven. En daar gaat het volgende filmpje over. Here at Google, we consistently seek out new ways to improve your quality of life. We try to find solutions to problems you didn't even know you had. We delve deep into your personal life and found that something was missing. Introducing Gmail. Yes, we've created the perfect mail. Of course I'll go with you to the baby shower. But don't forget, we also have your sister's birthday dinner that night. I would have totally forgotten about that. Thanks, Gmail. Of course. The last time you made a sandwich, I noticed you used mustard. Thanks, Gmail. Hey, have you seen my keys? Found them. Found it. Akia, stop! Hey! Hi! Hi! Come on in! Welcome! Thanks! Come meet everyone. I think you are gonna fit in right here. And then he told me if I bought them today, that I get the second pair half off. So that's how I wound up with the blue shoes. Based on my active listening and picking up on your keywords, I understand that daffodils are your favorite flower. You have a strained relationship with your mother, and blue is your favorite color. You're a really good listener. Here at Google, we're really good listeners. No, Mom, I told you that stuff takes like 7 days to work. I really... Sorry, couldn't help but eavesdrop. Monistat 3 is on sale at CVS for $3. Here's a coupon. Oh. Thanks. Your mom's gonna love those pictures. You should probably also include Great Aunt Janine. Yeah. I didn't know you knew Great Aunt Janine. Her birthday is March 14th. How are things with Gmail? Yeah, how are things with Gmail? Oh, hey! Yeah. Hi. How did you find me? Well, this is one of your last 5 destinations. Oh. Okay. You're gonna make your goal wait. That was Portia. I think it's her right. No, it's left. Are you sure? Because according to the map... Please, what's this from? 2010? That's the house, right? Yes. But how... That's Street View. And after the gym, I went to happy hour with Steph, and yeah, that's how my day was. Based on your keywords, I've determined you're having an affair with Sam. What? Where'd you get that idea? I'm a really good listener. Google is taking the guesswork and confusion out of what you need in a relationship. Because how can we give you everything you need if we don't listen to everything you say? Goed, Google. Ja, en dankzij YouTube hebben we ook dit filmpje. Dat is natuurlijk wel het leuke van Google. Ze kunnen ook wel kritisch zijn naar zichzelf. Nou, vanavond hebben we dus een aantal mensen die data van u verzamelen. Die hebben wat uit te leggen. Maar we hebben natuurlijk ook een hoop mensen die daar onderzoek naar doen en daar flink kritisch over zijn. Nou, ik denk dat we nu al een van de grootste criticasters hebben op dit gebied. Het is namelijk de schrijver van De Macht van Google en De Macht van
Facebook. Dames en heren, hartelijk applaus voor Peter Olsthoorn. Ja, Peter, welkom hier bij Tech Talk Late Night. Twee geweldige boeken. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het hartstikke leuk om te lezen. Er zit ontzettend veel feitenmateriaal in. Mm-hmm. Allemaal geeltjes zitten erin. Ja, ik heb het ook goed gelezen, zie je dat? Wat ga je ermee doen met die informatie uit dat boek? Ga je overhoren? Ah, nee hoor. Nee, dit is meer mijn eigen aantekening, zo, dat ik een beetje weet waar het allemaal over ging. Maar we beginnen bij Google. Wat ik wel interessant vond, is... Je hebt die jongens een keer ontmoet, hè? Want Page en Brin, hè, dat zijn twee van die Harvard-nerds, die zijn eind jaren 90 ermee begonnen. Die wilden gewoon de grootste zoekmachine ter wereld hebben. En in 2001 ontmoet jij Sergey Brin als onderzoeker. Mm-hmm. Wat vroeg jij hem toen? Nou, het was op een beurs in New York, ik denk 2000 of 2001 ongeveer. En de belangrijkste vraag die ik hem te stellen had, Sergey Brin, hè, dat was het geweten ook van Google nog steeds. En ik vroeg hem... gebruikt de CIA jullie data? En hij antwoordde met een stalen gezicht. Ja, ik denk dat ze bij de CIA ook googelen. Maar nee, dat bedoelde ik niet. Maar mijn Engels en mijn doortastendheid als journalist was niet goed genoeg om door te dringen. Hij bleef maar met een stalen gezicht naar het filmpje is nog terug te zien. En dan merk je dat ik tekort schiet. Maar die vraag was natuurlijk heel goed verzonnen toen al. Hè, dat iemand alleen al op het idee kwam. Maar ik faalde om daar een goed antwoord op te krijgen. En dan heeft een vraag meestal ook geen zin. Nee. Want kan de CIA meer zien dan wij via Google? Daar worden op het ogenblik wetten voor gesmeed in de Verenigde Staten. Maar ik denk dat er in de praktijk dat er al meer dingen gebeuren, ja, waar wij niet helemaal zicht op hebben. Trouwens ook in Nederland. Ja. Nou, ik denk dat Google er zelf misschien ook niet zo blij mee is. Ze willen vooral veel van ons weten om spullen te verkopen. Sinds die periode heb je geloof ik iets van 1000 artikelen geschreven over Google, ook dit boek. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is, maar ik vraag het je toch. Wat weet Google over ons? Kunnen we opsomming geven? Wat weten ze allemaal als wij YouTube, Maps gebruiken, Gmail, alles en nog wat? Wat weten ze van ons? Nou, ik zal het vanwege de tijd samenvatten, maar ze weten meer van jou dan je partner. Ja. Omdat, en dat is eigenlijk wat onderliggend is... Want ik ben een grote fan van de club die hiervoor was, hè, DDMA. Dat is echt een hele goede organisatie, doet er ontzettend de best. Maar die hebben wel leden die ook een heel klein beetje creepy zijn, hè, stiekem. Van een van hun grootste leden kreeg ik nog vorige week een e-mail. Dat was het Nationaal Consumenteninstituut, afzender. Nou denk je dan, hè, betrouwbare club. Dat was hier reinste spam. Zo moet je eigenlijk ook omgaan met data die je verstrekt aan Google. Want... De laag waar het eigenlijk om gaat in de komende 10 jaar... is niet alleen, hè, wat ze feitelijk weten. Dus welke zoektermen je intikt, welke filmpjes je bekijkt... wat je met elkaar, met wie aan Gmail uitwisselt. Trouwens ook de tijdstippen waarop je dat doet. Hè, daar kun je alleen al een heel leven uit samenstellen, zeg maar. Maar vanuit dat gedrag wat jullie daar neerleggen... kun je ook psychologie en antropologie en een heleboel wetenschappen gaan toepassen... econometrie, niet te vergeten, om je koopgedrag te bepalen. Wat voor mens je bent, wat voor karakter je hebt. Ik heb als iemand van Microsoft gesproken en die zei... als jij naar Hongkong gaat morgen, dan weten wij binnen een kwartier... dat jij daar aan het terminal zit te tikken. Want jouw tikgedrag, alleen al de letters natuurlijk, het Nederlands... wat je zoekt op het toetsenbord, jouw tikgedrag is uniek. Maar niet alleen uniek vanwege je taal, maar ook uniek ben jij onder die 13 miljoen Nederlanders. Er is niemand die zo tikt als jij. Dus binnen een kwartier weten wij dat. Dan ging ik er even vanuit dat Microsoft dat niet allemaal online vastlegde, in tegenstelling tot geruchten die daarover gingen. En maar om even aan te geven, wat je doet, dat zegt een heleboel over je gedrag, over jouw psychologie, wat je voor mens bent. Maar kunnen ze dan bijvoorbeeld ook dingen over mijn gedrag voorspellen, zonder dat ze weten dat ik Chris ben? Het is een soort anoniem profiel, ja. Dus dan verzamel je eigenlijk geen persoonsgegevens, maar het heeft wel effect op wat ik... Ja, nou, dat is de grote strijd die momenteel gaande is. Google heeft nu een jaar of 10 alles op IP-nummer verzameld. De IP-nummer is eigenlijk het nummerbord van je computerverbinding, hè, met internet, net als het nummerbord van je auto. Ze hebben niet goed gekeken wie er in die auto zat. Dat vonden ze niet zo belangrijk, nee. Dat mochten ze ook niet. En dan konden ze ook min of meer privacy-wetgeving nog wel ontduiken. Nou, er is wel eens gezegd, een IP-nummer is ook een persoonsgegeven, maar dat is nooit zo heel hard gemaakt. Maar toen kwam Facebook
En daar gaan we het straks pas over hebben. Maar Facebook weet alles op naam, want die heeft een real name policy. Dat betekent dat je alleen met je echte naam je daar kunt aanmelden. Nou ja, goed, er zijn 80 miljoen accounts van de 950 miljoen, zijn er 80 miljoen ook fake accounts en van spammers en zo. Maar laten we er even uitgaan, iedereen van ons zit daar met zijn eigen naam op. Daar is Google enorm van geschrokken. Want Google dacht, verdikke me zeg, straks hebben wij een achterstand op Facebook. Want Facebook weet per persoon wat er allemaal gebeurt. En wij als Google weten dat niet. Toen als de sodemieten zijn ze begonnen met Google+. En ook een soort sociaal netwerk. Daar hebben ze alle diensten aan gekoppeld. Hebben ze op een fantastische manier gedaan. Echt heel slim. Maar niet alleen om ons van dienst te zijn, maar vooral natuurlijk om meer reclame te kunnen verspreiden. En dat is een model waar wij eigenlijk mee akkoord gaan. Wij vinden het best, wij betalen met onze data. Nou, ook niks mis mee. Het is een stilzwijgende afspraak. Want ik heb voor mijn Facebook heb ik een kleine enquête gehouden. Stel, je moet gaan betalen. Dat zou dan ongeveer, had ik uitgerekend, €5 per jaar zijn om Facebook te gebruiken. En dan krijg je geen reclame. En dan had ik verzonnen, €15 per jaar, dan verzamelen ze ook geen data van je. Dat is ongeveer de beurswaarde van jou als lid van Facebook. Als deelnemer aan Facebook en als gebruiker van Google ben je nog veel meer waard. Omdat Google's omzet 6-7 keer zo groot is als van Facebook. En niemand wilde dat. Niemand wilde ervoor betalen. Liever die gegevens, want ja, dan is het toch gratis. Wij maken allemaal gratis gebruik. Nee, nog even terug naar Google. Uh-huh. Want wat je net zei is wel interessant. Dat vroeger hadden ze dus via dat IP-adres, dan wisten ze van, nou ja, dat is die computer met cookies. Daar hadden we het net over. Uh-huh. Dan kun je dus laten zien van, dan kun je... Ja, wachtwoord. Ja. Raad je nooit. Dus Chris 1972. Dat is wel lekker jong. Toen kwamen ze dus, misschien herkent u dit beeld wel. Het was 1 maart vorig jaar. Toen kregen we bij, als je Gmail of YouTube of dat soort dingen openen, kreeg je ineens dit scherm. 1 beleid, 1 Google-ervaring. Nou, klinkt heel mooi. Maar dan gingen ze dus met je Gmail-account eigenlijk alles aan elkaar koppelen. Uh-huh. Dus je YouTube, je Maps, je alles wat je bij Google gebruikt. Ik vond het op zich wel prettig, omdat je dan 1 keer die verschrikkelijke gebruiksvoorwaarden, die overigens heel transparant was. Jawel. Er stond ook gewoon letterlijk in, als de Amerikaanse overheid bij ons komt met een verzoek, ja, dan geven we het weg. Dat zeiden ze gewoon letterlijk. En dus 1 keer klik je ja en dan zit alles gesynchroniseerd aan elkaar. Wat betekent dit nou voor ons? Dat we nu met onze Gmail-account inloggen in al die diensten tegelijk. Aha. Nou, dat betekent eigenlijk dat die data van je gebruiksgegevens, die worden niet meer verzameld op IP-adres, maar onder de naam waarmee jij Google+ gebruikt. En dat is dezelfde naam als Gmail. En vroeger kon je ook... Ik heb een jaar of 4 geleden ook met mensen van Google geïnterviewd. En dan zei ik, nou ja, Gmail, daarmee weten jullie weer heel veel van mij. Zeiden ze, ja, maar joh, je kunt dat gewoon onder een pseudoniem kun je Gmail gebruiken. Dat zeiden ze toen zelf, wat ik netjes opgeschreven heb van mensen. Laten wij al onder een pseudoniem Gmail gebruiken. Maar goed, IP-adres en alles, ze zijn alweer slim genoeg om er toch achter te komen wie dat is. En tot op heden is dat niet erg. We ondervinden er geen schade van. Integendeel, met heel veel plezier gebruiken we Google, gebruiken we YouTube. We krijgen reclame. En je kunt dus zeggen, nou, dit is een hele goede overeenkomst. Ja. Dit is de overeenkomst waarmee wij zonder hem te lezen akkoord gaan. Nou, dat is, dan zal het wel goed zijn. Ja, oké. Okay. Toch? Toch? Het is toch... Wie van jullie, mag ik een vraag stellen? Wie van jullie heeft die voorwaarden van Google toen die veranderde in maart? Oh, ja. Wie van jullie heeft die gelezen? Ja, toch een paar kritische mensen. Ja, oké. Okay. En dan zit hier nog een publiek dat geïnteresseerd is. Hier zitten nog de slimste mensen van Nederland op dit gebied. Want anders zou je hier niet zitten bij TikTok. Laat het maar eens gezegd zijn. Ja. En van de 800 mensen die hier zitten, zijn er 8 die... ik tel niet zo goed. Zijn er 8 die dat gelezen hebben? Ja. 9. Jawel, 9, ja. U goed, een vraag. Peter. Ja, we komen straks met de vragen en zo. Nou, je hebt het al een paar keer genoemd. Kijk, dit boek is inmiddels 2 jaar oud. Het verandert continu, heel snel. Dit is een klein halfjaartje uit nu. Aha. De macht van Facebook. Met een leuke ondertitel. Theo, ben je dood of zo? Ja, Theo zat 6 weken. Theo heeft het wereldrecord internet verbeterd. Want hij zat 6 weken achter een terminal met Facebook en Hives open, alle 2. En tot zijn vriendjes en vriendinnetjes erachter kwamen. Theo is niet meer. Ja, maar dankzij Facebook. Als Facebook er niet was, dan had hij er nog gezeten. Nou, precies, ja, dat was ook mijn positieve interpretatie ervan. Hè. Ja. Hij was al lang weggerot.
er geen sociale media was geweest. En daarin zie je ook dat die media dus ook heel sociaal zijn. Hè? Na 6 weken dood weten ze iemand op te sporen. Ja, want kijk, jij staat bekend als een criticast. Hè? Dat is ook je rol als mee, journalist. Zoals. Maar ik hoor je toch ook af en toe wat positieve dingen zeggen. En wat mijn verbazing schetste toen ik de inleiding las van De Macht van Facebook, is dat je Mark Zuckerberg je grootste idool noemt. Nou, toen ik het schrijven was wel hoor. Maar nu niet meer? Nou, nee, maar dan ben je dus alleen met Facebook bezig. Dan word je, als je over een onderwerp zo lang aan het schrijven bent, word je een beetje gek. Maar Mark Zuckerberg, ik vind hem een fantastische technicus. Ik vind hem echt... Fantastische technicus? Ja, maar ook waarop hij dat, de manier waarop hij dat vormgegeven heeft. Hij heeft een van de mooiste bedrijven van de wereld heeft hij opgezet. Daar heb ik een diep respect voor. Ja. Dat vind ik echt hartstikke goed. En dan is het weer aan regelgevers en aan ons en aan bedrijven om te zien van, vooral bedrijven momenteel, van wat doet Facebook met ons? En ja, dat vinden we boeiend om dat te beschrijven dan. Ja. Wat is er eigenlijk aan de hand? Maar ik heb een enorme waardering en daar wilde ik ook dat boek mee beginnen. Ja. Ik vind het een fantastische vent, net als die jongens van Google. Ja. Daar heb ik echt diep respect voor. Waarom zouden ze bestje? Ik geloof dat hij geschreven heeft, hij heeft het syndroom van Asperger en zo. Nou, dat maakt niet dat ik hem dan een minder mens... Integendeel, dan denk ik, heb je het syndroom van Asperger... en dan nog kan je zo'n fantastisch bedrijf opzetten. Ja, bijna knap. Goed? Ja, misschien juist daardoor. Goed, nou, jij bent redelijk genuanceerd. Je laat altijd de positieve en de negatieve dingen zien. Ik vind zelf Google fantastisch en Facebook... Ja, ik snap het gewoon niet, sorry. Nou, ik dacht ook dat ik dat boek in 3 maanden kon schrijven. En uiteindelijk ben ik 9 maanden bezig geweest. Juist om die reden. Omdat dit is nog de dunne versie. Hè? We hebben ook een 2 keer dikkere versie. Maar als u veel twittert, krijgt u straks ook zo eentje. Maar ik dacht van nou, ik ga bij een paar jongeren te raden. Misschien dat die mij iets meer kunnen vertellen over Facebook. Want ja, u heeft het allemaal kunnen lezen in de krant. Het liep hopeloos uit de hand. 1 knopje en het hele feest viel in duigen. Goed. Daarom even een paar jonge mensen op het podium. ECP heeft namelijk de Digi Jongerenraad. Het zijn een paar jongeren die gaan mee met bedrijven, die gaan rondkijken, wat vinden ze daarvan. En die vertellen dan terug tegen ons oudere mensen wat ze daarvan vinden. Dus, mag ik even een hartelijk applaus voor de Digi Jongerenraad. Kom even hier. Kimberly, Ninke en Babette. Nou, welkom. Ik blader meteen even door naar het beruchte knopje. Dat was deze dus. Want ik dacht eerst van, ik vraag jullie jongeren van, hoe werkt dat? Hè? Kunnen jullie een soort van spoedcursus Facebook-instellingen doen? Toen zeiden jullie van, ja, dat hebben we eigenlijk helemaal niet gedaan. Je moet per post gewoon even goed kijken. Wordt dat publiek of niet? Want dat risico zit er altijd in. En Kimberly, jij kwam meteen met deze knop. Waar ging het mis? Jullie kennen Project XHaar of vast wel, was uit de hand gelopen. Merte die wou haar verjaardag vieren en die heeft niet goed op het knopje privé geklikt. Zoals je hier ziet, vrienden. Dus alleen vrienden had ze op vrienden van vrienden geklikt. En toen was het dus fout gegaan dat iedereen kwam. Maar zoals je hier ziet is de knop best wel duidelijk. Dus in principe is daar geen cursus voor nodig. Dat is gewoon een foutje, denk ik. heb je dat zelf wel eens gehad? Of? Nee, ik had laatst nog mijn verjaardag gevierd en het ging gewoon goed. Als je gewoon goed oplet, dan... Ja, dat is wel beter. Maar wat wel grappig was dat toen ik hun voor de eerste keer sprak, zeiden ze van... Ja, nee, ik heb het allemaal wel goed ingesteld. En toen zei ik van, nou ja, dan willen we eens even kijken hoe jullie er voor mij uitzien. Dus ik had een soort nepprofiel en dan gingen we kijken. Het ontdekte wel iets heel bijzonders. Weet je nog hoe dat ging? Ja, we gingen profielen kijken van de Digiraad. En er bleek dus een paar die dachten dat ze het hadden beschermd. Maar toen zag je even goed nog foto's en je zag je vrienden en ook post. Dus dat was iets anders dan ze dachten. Ja. Ja, klopt. Wel de via uw profiel wat u dan had aangemaakt. Ik weet niet meer precies hoe het heette. Waar we gaan zeg kijken. Zeg maar jij hoor, ik zal hem even laten zien. Eerst naar mijn profiel volgens mij en dat was afgesloten. En toen zijn we naar jouw profiel gegaan. En het verschilde heel erg, omdat zij dus 18 is en ik nog geen 18 ben. En nu is het zo dat als je onder de 18 bent, automatisch wel beschermd bent. Dat viel wel op, vond ik. Maar werkt dat dan ook andersom, vraag ik me af. Dat je dus tot je 18e denkt, ik ben afgeschermd. En dan word je 18 en hartstikke idee. Er staat ineens een heleboel op het internet. Ja, klopt. Als je dat niet weet, is dat zuur. Ja, zeker. Wat is jouw ervaring met Facebook-instellingen? Ja, ik stond dus niet afgeschermd, maar ik heb het gisteren veranderd. Kijk, het is ook een stuk wijzer geworden. Ja, zeker. Maar het fout van het meisje bij Project X, dat snap ik niet echt.
Nee. Je merkt binnen een paar mensen dat er veel meer mensen bij komen. Dus dan kan je het gewoon nog steeds afschermen. Ja. Dus ja. Ik denk... Oh, hey Peter, je bent er ineens van. Ik kan er even bij, man. Ja. Want wat ik nou interessant vond aan jouw boek, De Macht van Facebook, en ik weet niet of jullie dat ook realiseren, er zijn eigenlijk twee Facebooken. Hè? Je hebt dan wat je ziet en wat anderen van jou kunnen zien, maar er is ook van alles wat ze achter de schermen verzamelen en allerlei dingen meedoen. Dat klopt, toch? Ja. Hoe verhouden die twee Facebooken zich tot elkaar? Nou, het ene is wat jouw vrienden zien, of wat je soms publiek maakt. Hè, omdat je denkt, nou, ik vind het wel leuk als iedereen dat kan zien. En dan hou je er ook wat meer rekening mee. En dan laat je niet alles van je zien als je het publiek maakt. En dan houdt Facebook ook weer, net als bij Google, alles bij wat je op die site doet. Hè, waar je klikt, welke vrienden je neemt, maar ook welke vrienden je wegklikt. Hè, vriend verzoeken. Op welke reclame je soms klikt. Hoe lang je met iets bezig bent. Bij wie je commentaar geeft. Ja, want bijvoorbeeld in je nieuwsoverzicht, hè, wat je ziet, dus die eerste pagina, daar is een selectie gemaakt. Want als ze alles zouden laten zien wat jouw vrienden op Facebook schrijven, dat zou wel erg veel zijn. Dat kun je wel zien, maar ze hebben voor jou alvast een selectie gemaakt. Nou, dat doen ze met software en daar selecteren ze wat zij denken dat jij leuk vindt. Dus van welke vrienden en vriendinnen je nu het meeste wilt zien. En het aardige is, die grote machine op de achtergrond, hè, jij, als ze jou vragen, nou, wie is jouw beste vriendin? Babette. Babette, hè, Babette. Maar Facebook weet dat Babette niet jouw beste vriendin is, maar dat eigenlijk jij veel meer interesse hebt in wat Kimberly doet. Dat jij altijd als je wat ziet, het eerst klikt op wat Kimberly doet. Want je bent veel nieuwsgieriger naar Kimberly dan naar Babette. Ja, ook misschien omdat je van Babette alles weet, want jullie vertellen elkaar alles. Maar dus... Vinden jullie dat oké, dat Mark Zuckerberg dat doet? Ja, dat vind ik niet zo erg dat ze dat weten naar wie ik meer op kijk, maar... Dat iedereen gaat vertellen. Dat iedereen weet naar wie jij zit te kijken, terwijl je dat niet vertelt. Wat is je favoriete vriendje op Facebook? Jongen? Ja? Is dat dezelfde, anders moet je het niet zeggen hoor. Maar is dat dezelfde als je eigen vriendje? Dat is een andere. Ja, ze weten. Ik heb er niet gevraagd. Maar dat is bij bijna iedereen zo. Degene waar je op Facebook het meeste interesse in hebt, is doorgaans niet helemaal je eigen partner. En Facebook weet dus wie, nou ja, eigenlijk jouw liefste partner is. Is dat erg? Dat klopt niet natuurlijk. Nee, bij jou niet. Nee, maar als je een goede relatie hebt met je partner, dan vertel je alles. Nou, ja, sorry, ik ben geen relatietherapeut, maar ik weet wel alles van Facebook. Ja. Als je om je partner te weten moet krijgen, dan heb je natuurlijk wel een relatieprobleem. Nou, nee hoor. Goed, ik kom zo even bij u hoor, dan kunnen we ook even gezellig meekletsen. Nou, dames, hebben jullie nog een tip voor de mensen? Dat als je zegt, nou, als je op Facebook bent, je moet die privacy-instellingen bekijken, let daar even op. Ja, gewoon naar de privacy-instellingen gaan en kijken wat er open staat en wat er, zeg maar, dicht staat. Ja. Jullie nog? Duidelijk wat ze zeggen. Ja. Ja, en geen vrienden worden met Hans de Pansy de Vries, hè? Nee. Een foute kerel. Oké, hartelijk dank. Dames van de DigiRaad. Ja, natuurlijk hadden we een aantal instellingen gevonden die eigenlijk wel te sappig waren om niet even achterwege te laten. Daar wil ik jouw mening ook wel even over horen. Deze bijvoorbeeld, hè, dat is ook zo'n leuke van Facebook. Dan kom je op Facebook en dan zeggen ze, nou, is veel makkelijker als je toegang geeft tot je Hotmail of Gmail account. Dan kun je je vrienden uitnodigen. Hartstikke leuk. Maar dan slaan ze op, die adressen die je erop zet. En als die mensen dan in de toekomst op Facebook komen, hè, hier hebben we bijvoorbeeld Frank van der S., die geeft alles een handel daarin en daar stond Hans Pansje de Vries, stond daar ook in. Toen Hans Pansje de Vries online ging, zeiden ze, hey, ken jij toevallig Frank van der S? Nou, hoe weten ze dat nou? Nou, toen hebben we nog een schepje erbovenop gedaan. Ik heb Hans aangemaakt op een computer waar ik normaal niet op werkte. Alles totaal anders gedaan, andere foto, andere plek, ander IP-adres. Behalve mijn 06-nummer. Dat had ik er wel in gezet. En jawel, mijn allerbeste vriend, Dietrof Segers. Zit je in het publiek, Dietrof?
Ja, dat is niet zo van de privacy. Die kwam meteen... dat jij dat maar weet. Die kwam meteen als eerste suggestie boven. Dus daar doen ze ook iets mee. Nou, we Facebook geprobeerd te benaderen om daar iets over te vragen. Nee, dat, daar gaven ze geen antwoorden. Maar nou. Doen ze dat soort dingen, Peter? Ja, dat is het beroemde matching. Hè. Dat is de hele industrie draait om matching, om profiling. En dat alle wetgeving... Ten spijt lopen we zo met wetgeving zo ver achter op wat in de praktijk mogelijk is. Ja. Alleen komt er wel een nieuwe Europese wet. En daar is Facebook wel een beetje bang van. Google ook, maar Facebook nog veel meer. Dat ze je eerst moeten gaan vragen of ze data over jou mogen gaan verzamelen. Nou zei een keer mevrouw van Google mij, dan geven al die kinderen een ijsje. En dan zeggen ze ja, bij wijze van spreken. Dus ze verleiden je met iets, net als ja. Een heleboel. Mensen in Nederland al, als er een prijsvraag is, al hun data invullen, want dan kunnen ze een iPad winnen. Dus in een heleboel databanken in Nederland sta je al met gegevens zonder dat je het weet. En Facebook is nog, daarmee vergeleken, nog een ja. Zeer net bedrijf. Ja, nog zo eentje, als ik zelf in mijn eigen profiel ging zoeken. Dit is zo'n instelling die ja. diep verborgen, maar je staat dus letterlijk, als vrienden van mij nieuwe apps installeren, mogen zij dus ook mijn persoonsgegevens doorgeven aan die apps die dus niet van Facebook zijn, maar daarin komen. Nou, dan is bij mij de lol wel weer vanaf. Dan krijg je allerlei vervelende Waarom? Reclames. Maar het is toch fijn dat iedereen van elkaar alles weet? Dat is toch transparantie? Dat, toch? Ja, dat is toch goed? Is ook fantastisch. Dus daarom dacht ik, hè, we geven deze boeken weg aan mensen die wat leuks doen. Mensen die leuk twitteren, mensen die veel twitteren. Uh-huh. Er zijn ook een aantal mensen die hebben ons geliked. Ik heb een vriendin die zei van, je moet wel een Facebookpagina maken voor TikTok hoor. Okay. Dus we hadden 13 likes. Top. Ja, ik doe er niet zoveel mee. Dat liep een beetje op naar 30, 33. En toen dacht ik, is misschien wel leuk voor het programma. Ik pik gewoon het profiel eruit dat ze privacy het slechtst heeft ingesteld. Want ja, dames en heren, iedereen die mij geliked heeft, heb ik even gekeken. Er zijn mensen die zien alleen een profielfoto, dat is standaard. En de naam, dat is ook standaard. Er zijn mensen bij wie ik kon zien welke vrienden zij hadden, waar ik ook weer kon doorklikken naar hun vrienden. Dat is ook hartstikke leuk. Maar de absolute winnaar van deze avond is toch wel Dick Alders. Ben je er? Oh, dit is Dick Alders. Kijk eens aan. Ja, maar even een muziekje erbij. Kom op. Nee hoor. Hey Dick, kom er even bij om je boek in ontvangst te nemen. Ja, ik ben Dick Alders. Hij staat daar. Nou, ik heb alleen de bovenkant laten zien. Want als je naar beneden scrolt, je kan echt alles zien bij jou. Vind je het goed dat ik daar een vraag over stel? Ja, ik vind het prima. Waarom ben je weggegaan bij de politie? Ja, dan geef ik liever geen antwoord op. Nee, zie je nou wel. Instellen dat ding. En het digigraad kun je er ook al bij helpen. Hier heb je boek, alsjeblieft. Er staat alles in. Goed. Nou, hier willen we natuurlijk eindeloos over doorkletsen. U heeft hem inmiddels in de gaten. Boeken kunt u winnen. Die liggen ook beneden liggen ook allerlei brochures van interessante dingen. Hè, van dat filmpje wat we lieten zien van het Museum voor Communicatie. Allerlei handleidingen, boeken van ons liggen daar beneden. Maar ik wil zo even de mensen zelf aan het woord laten. Peter, tot slot. De macht van Facebook, de macht van Google. Mm-hmm. Nummer 3 wordt de macht van Apple. Amazon? Ja. Oh, dat wordt dan wel spannend. Kom naar Nederland toe binnenkort. En die wordt hier in Europa nog ontzettend onderschat. Oké, okay, daar nou, gaan we dat nog van meemaken. Ja. Hartelijk dank. Peter Olsthoorn. Dank je wel. Goed. Wat was er verder in het nieuws? Er wordt natuurlijk van alles gehackt en zo. Briefgeheim was eigenlijk weer positief nieuws. Maar ja, het allergrootste nieuws... Vorige week was het natuurlijk dat de iPhone 5 uitkwam. Wie heeft hem al? De iPhone 5, afgelopen vrijdag. Wie heeft er in de rij gestaan? Niemand. Wie heeft er wel een iPhone überhaupt? Ah, kijk eens aan. Nou, hartstikke. Ik kan eigenlijk beter vragen, wie heeft er geen iPhone? Hé, er zijn toch aardig wat mensen. Ja, het is een prachtig spul natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het ziet er sexy uit. Ze hebben het helemaal voorgeprogrammeerd. Je hoeft eigenlijk niks meer te doen, alleen maar ja te zeggen. Ik vind daar gewoon een kutding gezegd. Het zit zo dichtgetimmerd. Dat ding is zo slim, die doet van alles voor mij. Ik denk, daar heb ik helemaal geen zin in, weet je. Maar ik kan niet vinden waar ik het...
Dus ik denk dat we maar de Samsung gekozen. Wie wil hem hebben? Ja? Wie wil hem hebben? Ik wil even vingers zien. Kijk. Ja, wil jij hem hebben? Ja, alsjeblieft. Hij is nep, hè? Ja, ja, het was natuurlijk veel makkelijker om een echte iPhone in het publiek te gooien. Maar dit is een neppe. Ja, dat is pas echt erg. He, want als die gasten al meer dan 1 miljard hebben afgetroggeld van die Zuid-Koreanen, voor een paar knopjes die ze hadden nagemaakt. Ik heb die hele iPhone nagemaakt. Nou, ik kan mijn show wel opdoeken natuurlijk. Nou goed, tot zover Apple. Ik ben er gewoon niet zo positief over, sorry. Wij willen natuurlijk wel even weten wat u ervan vindt. U zei er net al wat. We hebben al een aantal items gehad. Ik vind het leuk om dat even hier te doen. Ik zou zeggen, wie wil? Je kunt er een boek mee winnen hoor. Als je wat leuks te vertellen hebt. U heeft al een boek. Ja. Welk boek? Een MacBook. Ben je er blij mee? Kom even hier staan, joh. Nee. Oh, nou ja, dat willen we wel. Omdat hij zo groot was. Nou ben ik pas geïntimideerd. Ja, ja. Kom anders even hier staan, dan kan ik je goed zien. Goed, nou, we hebben een aantal items gehad. Nu ging over reclame, ging over Google, over Facebook. Wat is uw ervaring daarmee? Ik probeer zo min mogelijk in te vullen. Ja. Dus inderdaad ook... Mijn favoriete website is 10 Minute Mail. En dat is? Dan krijg je 10 minuten een ander e-mailadres. Oké, dus dan kun je ergens op inschrijven, dan krijg je die akkoord. Dan krijg je een akkoordmail, die beantwoord je dan eenmaal binnen. Hé, hey, dat is een goede tip. Onthouden. Goede tip. Ja. Ja, want wat ik zelf meestal doe, is gewoon verschillende e-mailadressen. Dus één voor vrienden privé, één voor werk en eentje echt zo'n troepaccount, weet je wel. Dat als je weer ergens moet inschrijven, dat het daarmee komt. Maar dat kun je dus continu veranderen. Ja. En dat doe je ook vanuit privacyoverweging. Ook, ja. 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 Ik wil niet steeds mijn gegevens kwijt. Ja. Dus ook als ik bijvoorbeeld programmaatjes test of websites test, dan doe ik dat via 10 Minute Mail. Dan kun je even wat spelen ermee. Nou ja, dan heb je het even gezien. En dan... Okay. Ja. In de witte pak. Hartstikke mooi. Verder voor nog iets van het programma? Sorry? Wat vind je verder van het programma? Ja, leuk. Ja? Ja. Nou, leuk, ja. Dankjewel. Okay. Gaan we zitten? Ja. Nou, een applaus. Ja. Nou ja, zo werkt dat dus. Iemand anders nog? U had net nog het een en ander te roepen of was je al klaar? Ja? Oké, ik kom er even bij. Ja, applaus. Dankjewel. Ja, want u zei net, van als het goed is, heb je op Facebook meeste contact met je partner natuurlijk. Nee, juist niet. Of juist niet? Nee. In principe zou het leuk zijn als je... offline de dingen aan je partner vertelt. En het zou wel heel vervelend zijn als je partner alles online te weten moet komen. Ja, nee, inderdaad. Dus, maar wat ik wel aardig vond om misschien toe te voegen aan deze hele discussie, is als je ZZP'er bent zoals ik, dan heb je op een gegeven moment, dan werk je vanuit huis. Ja. En dan heb je een website, daar staat gewoon je adres op. En op dat moment is eigenlijk alles al publiek. Ja. En als je dan kiest om op Facebook te gaan, dan heb je gewoon een koppeling met ongeveer alles. En dan, ja, dan houdt het eigenlijk op. Dan kun je wel zeggen van ja, ik wil mijn privacy beschermen. Maar ik denk dat we met z'n allen de privacy al een soort van hebben gelaten toen we allemaal airmails gingen aanschaffen. Op dat moment. We zijn gewoon te goedkoop. We zijn te snel bereid te verkopen voor anderen. Ja, ik denk het wel. Het punt wat hij net noemde, dat vind ik inderdaad ook wel interessant. Ik ben zelf ook zelfstandige. Ja. En vorige week was ik bij de IT-academie van de Belastingdienst. Ik zeg, wat zijn jullie stelletje foute rakkers? Want om BTW te kunnen aftrekken, te kunnen betalen, moet ik een BTW-nummer hebben. En dat is gewoon je Sophie-nummer. Mijn burgerservice-nummer. Dat moeten we nu niet open, dat moeten we zo min mogelijk vertellen. Oh, sorry. Want dat is op zich al... Nee, maar dat is echt... Als je iemand pak mij dan. Nee, maar het is gevaarlijk. Ja. Want waar bent u bang voor dan? Nou ja, omdat je met het SOFI-nummer alweer heel veel informatie van andere instanties en alles kunt krijgen, als je dat maar noemt. Ja, nee, dat dus klopt. Dat had eigenlijk een soort van rijm moeten blijven. Ja, dan hebben we ook nog de Kamer van Koophandel, die ook een adres erbij zet. Ja, alles. Een hoop veranderen inderdaad. Dus iemand ik hoor ergens een geluid achter me. Oh, Miek Wijnberg van Vrijbit. Nee, goed, dank u wel. Dank je wel.
Mick, je vond het niet erg dat ik je naam zei, want je strijdt zo hard voor de privacy dat we je inmiddels allemaal kennen. Ja, nou, heel fijn dat iemand dan zelf te berde brengt, en jij ook, dat de Belastingdienst mensen verplicht, alle ZZP'ers, en het zijn er nogal wat, ja, om hun burgerservice-nummer als BTW-nummer te gebruiken, verplicht zijn om dat op de website te zetten. Alleen de conclusie, dat moet je niet zeggen, vind ik vrij stom. Dat moet je dus wel zeggen. En dan moet je een brief schrijven naar de belasting en zeggen, ik wil een ander BTW-nummer. En ik eis een BTW-nummer wat niet identiek is aan mijn burgerservice-nummer plus 01. Ja, ja, ik, inderdaad. Ja. Dank je wel. Nou, inderdaad. Dat is inderdaad de vraag. Krijg je een ander BTW-nummer als je daarom vraagt? Ik heb het ze gevraagd en ze zeiden, dat is zo ingewikkeld, meneer, dat doen we niet. En de reden waarom ze dat doen is dus technisch. Het is makkelijker om systemen te koppelen als één persoon overal hetzelfde nummer heeft. En de Belastingdienst geeft de data weer door aan allerlei andere inspectiediensten. Daar gaan we straks na de pauze over praten, onder andere over de Haagse Pandbrigade. Dan komen hier ook in de buurt en dan worden dat soort systemen gebruikt om mensen op te sporen. We gaan ook kijken hoe het onderweg gebeurt, hoe je onderweg wordt gevolgd. Dus we gaan de ellende langzaam maar zeker een beetje opschroeven. Maar eerst even pauze. We hebben allemaal dorst natuurlijk, we willen allemaal lekker druk twitteren, even naar het toilet. Ik zou zeggen 10 minuutjes en dan zijn we zo weer bij u terug. Dank u wel. APPLAUS.